Hallo allemaal, ik ben Wan de Boezekal, toetsenwoordenridder bij HCS Company. En vandaag willen we jullie kijken naar een bestandsformaat, wat we met de hand kunnen editen, wat je gewoon als platte tekst gewoon netjes kunt lezen in een terminal, en wat je toch ook mooi kunt renderen naar dingen als HTML voor op een website. Nou, sommige mensen denken dan gelijk al, waar gaat hij het over hebben? Markdown, dat klopt, we gaan kijken naar Markdown. Eerst gaan we even kijken wat Markdown nou probeert op te lossen en welke andere oplossingen er zijn. Wat probeert Markdown op te lossen? Ik wil als systeembeheerder, ontwikkelaar, programmeur, tester, nog wat, wil ik makkelijk documentatie kunnen schrijven die goed te lezen is voor iedereen. En nu kan ik dat in een Word documentje gaan zetten als PDF exporteren, maar dat leest niet goed in een terminal. Nu kan ik het helemaal in platte tekst gaan schrijven. En dat leest goed in een terminal, maar het is voor je ogen niet zo fijn als je niet dingen hebt als highlighting of vette tekst. Of makkelijk kunnen maken van tabelletjes. Dat is niet fijn. En we willen het ook graag in een grafische omgeving een beetje mooi eruit kunnen laten zien. Ja, voor dat mooi eruit kunnen laten zien, je kan natuurlijk helemaal naar je tekstenwerker en je opmaakprogramma's gaan. Dat leest niet in een terminal. Ik kan gaan naar dingen als HTML schrijven, maar HTML leest ook niet fijn in een terminal met al die HTML teksten tussen. Ik kan DocBook gaan gebruiken. Nou, daar kan ik prachtige dingen mee maken als het eenmaal gerenderd is naar PDF of HTML. Maar DocBook is een XML-dialect dat er leest nog minder. Hè? Dus dan blijven er een paar dingen over. En de twee die je veel gebruikt ziet worden, of de drie die je veel gebruikt ziet worden, zijn RST voor Restful Text, ASCII-Doc en degene die je echt het meeste tegenkomt, Markdown. Markdown is waarmee je readme.md, de bestandsextensie voor Markdown, mee schrijft voor je GitHub. Degene die je gebruikt op GitLab. Degene die je vaak als documentatie naast software ziet staan of broncode om te gebruiken. Markdown is ook leuk in dat het is niet gelimiteerd op Markdown. Als jij bijvoorbeeld Slack gebruikt, en veel van jullie gebruiken Slack, dan kan je in je bestandsvelden of als je de nieuwe canvases gebruikt, kan je gewoon Markdown syntax gebruiken, dat je niet continu met je muis tekst hoeft te selecteren en opmaakdingen hoeft aan te klikken. Dus Markdown zie je op een heleboel plekken. Wel één groot nadeel aan Markdown. Je hebt basis Markdown, waar iedereen het ongeveer nog eens is. En dan heb je extended Markdown. En extended Markdown is niet het iedereen over eens. Zo heeft GitHub heeft zijn eigen smaakje voor extended. GitLab heeft zijn eigen smaakje voor extended. En zo zijn er nog een paar. En als je gaat kijken naar hoe verschillende software het rendert, kan er verschillen tussen zitten. Maar dan komt het mooie van Markdown. Met Markdown geef je geen opmaak aan. Het is geen Markdown. Up-taal, geen make-up-taal, het is een markup-taal. Dus ik geef aan van dit is een belangrijke heading, dit is een subheading, dit is een lijst, dit is een plaatje, dit is een link. Ja, ik zeg wat de dingen zijn, niet hoe het eruit moet zien. Hoe dat vervolgens gerenderd wordt, kan je dingen met stylesheets en alles voor gaan doen. Dus zie het een beetje als goede HTML zonder inline styling, zonder een bold tag te gebruiken, maar alleen maar een strong of een emphasis. Ja, en netjes dingen als nav-elementen. Als je zegt van dit is een heading, dan ligt het aan hoe je het gaat bekijken. En het hele fijne aan Markdown is dat het er gewoon uitziet als geformateerde tekst ook als je het in de terminal opent. Dus laten we gaan kijken. Ik ga naar een terminal. Ik heb hier al een directory Markdown example staan. En ik heb hier een readme.md staan. En in die images directory heb ik de geweldige naam foto.jpg staan. Als ik die readme.md nou gewoon in Vim ga openen, en wel Vim, niet VI, dan heeft Vim al syntax highlighting hiervoor. Dus je ziet dat sommige dingen in mijn terminal al vet gemaakt worden of schuin. Of dat er streepjes bij komen. Nou, dat is in dit geval mijn spellchecking die aan het zeuren is van dat je het niet fijn vindt. Maar een tabelletje is leesbaar als een tabelletje. Maar ik heb een extensie voor Vim die heet Markdown Preview. Als ik nou zeg Markdown Preview in Vim, dan krijg ik even een nootje S-waarschuwing, dus een stukje NPM op de achtergrond. En dan krijg ik gewoon een pagina open in mijn browser die naar localhost gaat, een klein webservertje wat snel door mijn Vim wordt opgezet, die dit voor me rendert. En je ziet, ik heb gewoon vet, ik heb cursief, ik heb strijkvloer, ik heb een blokquote, ik heb een tabelletje, ik heb een foto. En hier zit heel weinig styling overheen. Hier wordt echt netjes HTML van gemaakt, zoals de meeste Markdown processors dit zullen doen.
als ik deze nou open hou, ik zeg bijvoorbeeld hier Always on Top, dat kan met mijn Firefox weer niet zo makkelijk. Dan kan ik gewoon, als ik schermen naast elkaar zet, kan ik gewoon, terwijl ik live edit, zie ik hoe het eruit komt te zien. Dat is leuk. Is dit nou niet iets voor jou? Zeg je van, ik ben toch niet zo'n command line junkie. Dan gaan we gewoon onze Vim uit. Dan laten we hem opslaan. En dan kan ik bijvoorbeeld gewoon naar mijn Codium gaan. Even reload van disk. Dit is Codium, zeg maar VS Code, maar dan zonder de telemetrie naar Microsoft toe. Als je in Codium of VS Code zit, dan zie je dat je rechtsboven dat icoontje voor split pane hebt met een vergrootglasje erbij. Als je die gepakt, dan krijg je gewoon ook een markdown preview, net zoals je dat voor HTML krijgt. En dat zit gewoon ingebakken in Codium, VS Code, daar hoef je geen aparte extensies voor te doen. En dan zie je, die rendert het ook. En je ziet, de rendering van een tabel is bijvoorbeeld net iets anders, want we zeggen niet, het moet er precies zo uitzien. We zeggen, dit is een tabel. En je krijgt gewoon hoe een tabel wordt weergegeven in je viewer naar keuze. Maar ook plaatjes worden gewoon geladen, lijstjes, ja, mooie codefences met syntax highlighting. Zeg je, ik ben nou niet van Codium, ik ben eigenlijk geen ontwikkelaar, ik wil gewoon documentatie schrijven of ik ben tester. Als we dan naar GNOME Software gaan, ik start gewoon GNOME Software en we doen search. En we searchen op Markdown. Dan gaan we een hele grote lijst op ons scherm krijgen van allemaal applicaties die je kunt gebruiken om Markdown te editen. Heel veel daarvan zijn GUI-apps, sommige zijn split-pane, dat je gewoon links je echte tekst hebt en rechts je opmaakt of boven of onder elkaar. Andere laten alleen maar de opgemaakte tekst zien, maar die luisteren naar je toetsaanslagen. Soms heb je knopjes voor vet en lijntjes er doorheen en alles. Je moet hier wel ergens iets kunnen vinden waar je fijn mee kunt werken. Ja, het is een grote lijst en dit is puur wat gewoon de standaard Fedora repo zal aanbieden. Er is nog meer. FlatHub komt een aantal dingen hier vandaan. Er is echt een heleboel en alles doet het. Ook als je naar de website van GitHub of GitLab gaat, hebben die gewoon markdown editors die je kunt gebruiken om live te editen. Dus laten we gewoon nu gaan kijken naar wat we hebben. En ik blijf even in code, niet omdat het mijn favoriete editor is, maar omdat we links en rechts gewoon mooi splitscreen hebben. Dan laten we deze balk even inklappen. Dat deden we met deze. Nee, ik schuif hem gewoon even hier klein. Zo. Hebben we dit mooi naast elkaar. Dan beginnen. Ik begin met op de eerste regel, hekje, spatie, dit is Markdown. Als ik tekstdocumenten lees en ik zie een hekje en later iets met twee hekjes, weet ik ook, dat is een heading 1, heading 2. Dat is precies wat het is. En als je jezelf leuk vindt, mag je ook nog verder gaan met 3 hekjes voor H3. 4 hekjes voor H4. 5 hekjes voor H5. En dat hangt er maar vanaf hoe ver je processor wil gaan met die headingen maken naar HTML headings voor hoe je verder kan gaan. Na een heading moet je eigenlijk altijd een lege regel hebben. Ik mag hier rechtstreeks onder gaan typen. En VS Code vindt het best, Markdown Preview vindt het best. De Markdown standaard zegt tegenwoordig dat er eigenlijk een lege regel na moet. En je ziet, dat maakt ook geen verschil op hoe het voor me gerenderd wordt. Alleen het is netjes en het leest voor mensen die je platte tekst lezen ook beter dan de mensen die geopgemaakte tekst lezen. Nou, 2 hekjes voor heading 2. Zien we allemaal, voor paragrafen gebruiken we een lege regel. Ik spring hier van regel naar regel. En het blijft gewoon 1 regel in mijn output. Dat zorgt dat ik gewoon in mijn teksteditor netjes op 80 karakters of 72 karakters breed kan blijven. Dat het gewoon in een terminal goed te editen is, niet heel veel gescroll. Maar dat het wel goed rendert als een blok tekst, als een boek. Net zoals HTML dat doet. Paragraaf zetten we er een lege regel tussen. Ja. En dan wordt betekent dat het in de HTML die we output echt binnen een PA van een paragraaf tag komt te staan, dat stuk. Ik mag ook line breaks invoegen. Ziet dat dit stukje, regel 10.11, dat ik hierna gebruik een lege regel heeft, terwijl dat maar er eigenlijk bij zou kunnen. Nu heb ik mijn Codium hier niet goed voor geconfigureerd staan, maar als we nog even naar mijn Vim gaan en we pakken hem daar ook mee. Dan zie je mijn Vim highlight heel erg wat ik gedaan heb. Ik heb 2 spaties op het einde van de regel gezet. 2 spaties op het einde van de regel betekent voor Markdown, hier moet een line break in. In plaats van die 2 spaties mag je ook echt gewoon een HTML br tag erachter zetten. En ik heb een extensie automatisch proberen te sluiten. Dus dit was ook een line break. Ik ga hem niet opslaan. Die 2 spaties is iets netter, maar het is minder duidelijk voor de mensen die het moeten lezen. Die 2 spaties is heel erg van, dit is een line break. En die BR is heel duidelijk.
Dan wil je natuurlijk tekst kunnen opmaken. Opmaak is het enige waar Markdown niet meer zegt van dit is functie, maar dit is opmaak. Je kan namelijk rechtstreeks zeggen doorgekrast, fat cursief of fat en cursief. Je hebt nog een paar dingen die je kan doen. Fat is twee sterretjes ergens omheen of twee underscores eromheen. Cursief is een enkel sterretje en drie sterretjes is fat en cursief. Zoals we hier zien. Blokquotes doe je door een regel te beginnen met een groter danteken. En de rest van de regel wordt gerend als een blokquote is. Dat is bijvoorbeeld handig in e-mail. Dit zie je ook uit de e-mail clients quoten. Als jij iemand aan het quoten was, standaard ook al met een groter danteken. Blokquotes mogen ook genest worden. Quotes mogen genest. Dat doe je gewoon door meer groter dantekentjes te gebruiken. En het blok wordt verder ingesprongen. Moet er een lege regel in je zitten? Nu is er nog één blok. Zou ik nou deze regel leeg gemaakt hebben, dan worden het twee losse stukken. Dus en ook als ik maar eentje inspring, je ziet dat hij precies die strepen voor het quote daarmee doet. Trouw ik vroeg doorstrepen, doe je met twee tildes ergens omheen. En dat is heel duidelijk dat het doorgestreept is. En het is zelfs zo erg dat VS Code ook links in mijn codeblok al die strepen er doorheen gezet heeft. Net als het vet en cursief ook al een beetje. Een beetje wat Vim deed ook. Een horizontaal streepje. Wat je in HTML met een HR doet. Een horizontal rule is drie losse quotes aan het begin van de regel. Drie losse minnetjes. Ik mag ook een HR tag gebruiken. Want je mag willekeurige HTML tekst door je meeste markdown heen gooien. Maar probeer dat niet te doen alsjeblieft. Tabellen zijn niet basismarkdown, zijn wel heel handig. Als je nou gewoon onthoudt dat je een heading maakt, door gewoon je kopjes tussen pipe-symbolen te zetten. En dat je dan zegt wat hierboven staat was een heading door minimaal drie minnetjes ergens in te zetten. En dan kunnen we met die minnetjes spelen, want ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 minnetjes staan. Het hoeven er maar drie te zijn. Als ik er 2 zet, gaat het eigenlijk fout. Deze blijft goed. Moeten er eigenlijk 3 zijn. Maar ik mag ook met dubbele punten eromheen spelen. Voor aan welke kant iets uitgelijnd moet worden. Dus zet ik de dubbele punten rechts van de 3 streepjes, wordt het rechts uitgelijnd. Links van de 3 streepjes, links uitgelijnd. En aan allebei de kanten van mijn 3 streepjes wordt het in het midden uitgelijnd. Dus geef jij om de uitleiding van je dingen. Kan je daarmee spelen. Laten we deze gewoon mooi maken. Ik probeer altijd in de tekst met de tabel uit te lijnen, maar dat hoeft absoluut niet. Je ziet, mijn render blijft gewoon goed. Maar het leest voor de mensen die je tekst lezen wat beter. Voor extra regels erachteraan is gewoon even nog van... Hop, hop, hop. En dat worden extra regels. Zou ik nou weer zo'n regel met minnetjes ertussen gaan zetten? Dan gaat hij weer denken dat het een kopje is als ik naar mijn volgende regel ga. Alleen... VS Code vindt van niet in Markdown mag het wel weer, maar normaal wil je niet twee rijen kopjes in je Markdown hebben zitten. Of in je tabel. Het moet eigenlijk een tweede tabel zijn. Dingen linken kan ook. Zeggen linkjes doen we met blokhaken om de linktekst heen en tegelijk daarvan vast zonder spatie ertussen de link tussen ronde haken en je krijgt een link. Ga je naar je eigen document wijzen? Dat kan ook. Je hebt gewoon HTML references. Maar hoe die references worden gemaakt hangt van je Markdown editor af. Dus ik weet voor deze dat het hekje linkjes zal zijn. Je ziet VS Code biedt me ook op de link al aan. Er is een linkje, want dan weet ik dat ik dat kopje heb. Dus nu gaat dit linkje gaat naar linkjes toe hier. Maar wil ik nou zeggen linkjes Alinea bijvoorbeeld. Dan mag ik op het einde van een heading, mag ik tussen accolades, mag ik zeggen hekje linkjes min Alinea. En dan wordt afhankelijk van je Markdown processor, wordt dan dit, het linkje hiervoor gemaakt. Het VS Code ondersteunt dit stukje niet. Die zegt alleen maar we hebben de gegenereerde linkjes. Maar voor sommige Markdown dialecten mag je dit doen om zelf het anchor voor een heading te zetten. Weet waar je document gekeken gaat worden, of je dit dus kunt doen of niet. Ik ga gewoon weer terug naar linkjes. En mijn linkje gaat het weer doen. We springen weer gewoon hier naar linkjes toe. Plaatjes mogen ook. Plaatjes hebben eigenlijk hetzelfde zin als een link. Alleen nu zetten we een uitroepteken voor de link neer. Dan heb je je alternate tekst
En je titel of je alternate en je description, afhankelijk van wie je markdown voor je aan het renderen is. Het linkgedeelte wijst naar een foto. Dat mag relatief zijn ten opzichte van je bestand. Het mag absoluut zijn op een filesysteem of het mag gewoon iets als een HTTP, HTTPS URL zijn. Probeer met relatieve plaatjes te werken, tenzij je echt naar een externe site werkt. Want absoluut, iemand zet je document in een andere directory neer en je plaatje is stuk. Dan hebben we nog een paar dingen die we veel gebruiken in documentatie. Lijsten maken. Een ongeordende lijst is gewoon beginnen met een minnetje. Je mag ook zeggen, we doen in plaats van een minnetje een sterretje. Dan blijft het nog steeds een lijstje. Wat jij wil. Maar doe maar een hele grote lol en ga niet je minnetjes en sterretjes en andere symbolen die je hiervoor mag gebruiken, door elkaar heen gebruiken. Een minnetje is wat mensen verwachten, dat komt ook mooi overeen met YAML-syntax. Als je wil inspringen, moet je zorgen dat een kind hetzelfde ingesprongen staat als de eerste tekst achter zijn parent. Dus mijn minnetje hier staat gelijk aan de D van dit. En als ik er wat meer spaties voor ga zetten, op een gegeven moment zie je mijn preview zeggen van oké, nu snap ik hem niet meer. Dus hij zegt 2 spaties ervoor kan nog, maar meer dan dat en hij weet niet meer hoe hij moet renderen. Genummerde lijsten mogen ook. Ja. En ik heb ze hier netjes 1, 2 genummerd, dat cijfertje, punt. Dit is een genummerde lijst. Kinderen moeten weer hetzelfde ingesprongen staan als de tekst erboven. Dus lijn dat mooi uit. Maar je ziet ook, ik nummer 1, 2, 1, 1, 5. Hier, maar in mijn output staat 1, 2, 1, 2, 3. Markdown renders zijn slim genoeg om die nummertjes gewoon maar op te hogen. Dus je hoeft je niet zo druk te maken om de echte nummertjes erin en die continu aan te passen. Alhoewel het natuurlijk wel netjes is voor de mensen die je platte tekst lezen om niet 1, 2, 1, 1, 5 te lezen. Maar ook gewoon hier 1, 2, 2, 3 van te maken. Maar heb je een keer er wat tussenuit moeten halen of moeten toevoegen, je render blijft goed. Dan hebben we nog een paar extra dingen die veel mensen waarschijnlijk niet van weten. In HTML heb ik iets dat heet een definition list, een DL. En daarmee kan ik dan steeds een definition term met een definition description zetten, DT, DD, binnen een DL. Dat mag je in Markdown ook doen, dat is wel extended Markdown, niet iedereen ondersteunt dit. Ik begin door mijn term op een regel te zetten. En dan begin ik de volgende regel met een dubbele punt. En dan een spatie en dan de uitleg van die term. En je ziet hoe het hier gerenderd wordt. PS Code, die snapt hier niks van veel van. Maar je ziet het reageert als, ja, hij is aan het highlighten waar mijn cursor staat. En dat is dat ding wat ervoor staat. Hij zegt van oké, termpje, dubbele punt, tekst. En dan is het nog steeds leesbaar. Vandaar die dubbele punt op de aparte regel. Dan ga ik deze nu in Vim openen. En ik ga naar mijn terminologielijst. En ik zeg hier Markdown Preview. En met een hoofdletter M. Leuke extensie. En ga kijken wat er hier uitgekomen is. Dan zie je dat deze echt netjes met term een submini heading van gemaakt heeft met de tekst eronder en die dubbele punt is verdwenen. Dan zie je tegelijk een van de voordelen van Markdown. Als een Markdown renderer jouw specifieke Markdown extensie niet goed snapt, rendert het meestal toch nog als iets wat te lezen is. Want VS Code snapt terminologielijsten niet. Ja, misschien is er wel een extensie voor om dat wel te leren. Ja. Maar hij gaat netjes een fallback, omdat hij snapt niet die dubbele punt aan het begin van een regel. Ja. Moet ik wel naar Vim hier naartoe gaan. Maar hij maakte dus gewoon die dubbele punt omschrijving van alsof het één ding was. Ja, dat kan ook over meerdere regels, is gewoon één regel. Als ik dit smaller of breder maak, zie je dan gaat het gewoon verspringen. Dan hebben we ook takenlijsten, die snapt VS Code wel. Als ik een list item in een lijst begin met blokhaken met een spatie of een hoofdletter X ertussen, dan wordt dat, nou, het ziet VS Code heeft er eigenlijk niet zoveel moois mee gedaan, maar dan ziet het eruit als een afgevinkte takenlijst. Ga ik dan weer naar mijn Vim toe, dan vraag ik weer om die Markdown preview. Dan ga ik naar mijn takenlijst. Dan zie je wat GitLab en GitHub ermee doen, dat je echt mooie dingetjes krijgt om aan te vinken. In GitLab is het zelfs zo mooi dat je eentje gewoon met de muis kan aanvinken en de omschrijving ergens van, bijvoorbeeld van een pull request, wordt aangepast als dit hebben we gedaan. Dat je echt gewoon een vinkbaar lijstje krijgt. Dan hebben we nog het laatste code. Je mist nog één stukje bij, die ga ik erachteraan zetten. Eerst hebben we code blocks. Dat noemen we in
Markdown noemen we dat een code fence. Dan begin je door met 3 backticks in regel te beginnen. Eventueel daarachter de naam van de taal te zeggen die je gebruikt. Dit is Python, dit is Bash, dit is C, dit is C++, dit is Java. En dan je code. En hoe wordt dat nou gerenderd? Nou, laten we dat in VS Code kijken. Laten we ook eerst in Firefox. Dat wordt gerenderd als een codeblok. En als ik naar het VS Code ga, dan zie je dat hij ook netjes syntax highlighting gedaan heeft. Dat is waar dat stukje Python bijvoorbeeld voor is. Dat stukje YAML hieronder. Dat hij weet welk dialect syntax highlighting die moet gaan aanzetten. We hebben nog een laatste soortencode. Soms wil je ook code gebruiken binnen een zin. En dat doe je door een enkele backtick omheen te zetten. En dan wordt het meestal als monospace font gerenderd. Vaak een ander kleurtje, soms een grijze achtergrond. Dat hangt van je renderer af. En dit gebruik je bijvoorbeeld voor bestandsnamen of namen van commando's als je erover praat. Dit is echt de basis markdown plus iets meer. Zoek gewoon een goede tool om dit mee te typen. Vim heeft standaard syntax highlighting al. Je hoeft nog niet eens een preview aan te zetten. Tenzij je dingen als die mooie fotootjes erbij wil en alles. Maar dit is gewoon een fijne manier om documentatie te schrijven. In kort markdown, gewoon platte tekst. Haak hekjes aan het begin van een regel om headers aan te geven. Sterretjes voor vet en cursief in de verschillende hoeveelheden. Minnetjes voor lijsten. Cijfertjes gevolgd door een punt voor genummerde lijsten. Linkjes met blokhaken en dan ronde haken. Plaatjes als een linkje met een uitroepteken ervoor. Tabelletjes als een mooi tabelletje met pipesymbolen en minnetjes in platte tekst. En je hebt 90% van wat je ooit zal willen doen aan je basisdocumentatie, heb je nu in een formaat wat iedereen kan editen en eigenlijk bijna iedereen kan previewen. Er zijn wat handige toeltjes voor. Gebruik ze vooral als je je daar fijn van voelt. Wees je bekend van de limieten van je Markdown renderer. Van, ga je voor GitHub schrijven, voor je README of voor GitLab, zal wat anders zijn dan wanneer je voor Slack schrijft. Alhoewel Slack heeft best uitgebreide ook. Maar gebruik dit gewoon. Dit soort documentatie kan goed in Git in tegenstelling tot een Word document. Je kan ook zien wat mensen hebben aangepast. Je kan dingen als indexen laten genereren automatisch door Vim plugins die ik regelmatig gebruik. Je bovenaan gewoon een table of content krijgt met klikbare linkjes die in al je headings wijzen en alles. Tabelletjes zijn online generatoren voordat je je tabelletje gewoon in de webpagina doet en je Markdown eruit kan kopiëren die je erin kan plakken als je tabelletjes moeilijk vindt. Probeer dit gewoon zoveel mogelijk te gebruiken voor je documentatie. Als je normaal een platte tekstbestand zou maken, probeer het eens als Markdown te doen. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie wat geleerd hebben. Ja. Heb je wat commentaar hierover? Laat het vooral hier in de comments achter. Dat is goed voor het YouTube-algoritme. Vond je dit leuk? Klik op like. Wil je hier meer van zien? Klik op subscribe. Zeg ik tot de volgende keer. En onthoud HCS Company. Ook vooral je documentatie. Tot ziens!